Jesper Drost, welkom bij de club voor spelers met een krasje. Nou ja, dankjewel. Met een krasje, ja. Mooi gezegd, maar ja. Zo zeggen spelers, er komen heel veel spelers hier binnen met een krasje. De technisch manager lijkt ze er wel binnen te willen slepen. En is het ook voor spelers zo dat Heracles er zo op staat? Dat als het even wat minder gaat in je carrière, dat je het hier weer kan oppakken? Nee, voor mij persoonlijk niet. Nee, het is natuurlijk een hartstikke mooie club. En ja, eigenlijk toen ze bij mij aanklopte, was ik wel vrij snel overtuigd dat ik hier graag heen wou. Wanneer was dat? Vorige week. Alleen toen was het nog niet echt allemaal duidelijk hoe mijn situatie nou was bij Groningen. Maar toen het eenmaal wel duidelijk was, is het snel gegaan. Ja. Wat ik opvallend vind, Groningen heeft je contract ontbonden. Hoe zit dat precies? Ja, dat was volgens mij begin deze week nog. Volgens mij Ron Jans tegen mij zei dat ik eigenlijk dat ze transfervrij dat ik weg mocht transfervrij. Ja, wat dacht je toen? Toen dacht ik van kijken of er een mooie club komt. Ja. En toen wist je eigenlijk al dat Heracles zou kunnen zijn? Ja, zeker. Dat wist ik toen al. En ik wist natuurlijk ook dat hier. Want ik heb natuurlijk ook al gesproken met Heracles en dat het ook niet zo is dat ik gelijk alles ga spelen en zo. Dus dat verwacht ik ook helemaal niet. Alleen ze hebben mij wel een goed gevoel gegeven en daardoor heb ik deze keuze ook gemaakt. Ja. Dat wil ik ook aan je vragen. Je zegt van ja, ik heb niet gelijk de garantie gekregen dat ik hier wil spelen. Maar dat was juist iets waar je bij Groningen zo verbolgen over was, dat je maar niet speelde. Ja, nou ik denk dat het ook wel meevalt, want ik heb 3 jaar gespeeld bij Groningen en ik kan me niet eens mijn langste serie basis achter elkaar herinneren. Dus dat heb ik wel 3 jaar volgehouden. Wat meer over dit moment? Op dit moment, ja. Zeker, daar was ik niet tevreden mee, nee. Dus, maar goed, op een gegeven moment is het ook klaar ergens, zoals bij Groningen. En dan ga je voor een nieuwe kans. En dat is ook wat ik nu gedaan heb. Ja. Je hebt hier wel eens gescoord, hè? Ja, vrij snel ook wel, geloof ik. Moet je daar nog vaak aan denken, want het was wel heel vlug. Ja, nee. Ik kreeg natuurlijk een paar reacties ook die zeiden van dat ik die me daar ook weer aan herinneren. Dus dat was nog tegen Heracles. Ik hoop dat ik het record kan verbreken. Ja, want voor de mensen die het vergeten waren, begin van het seizoen 2013-2014, toen scoorde jij hier met Zwolle al na 11 seconden. Dat is volgens mij nog steeds de snelste goal ooit hier gemaakt. Als je jezelf vergelijkt met het niveau wat je bij Zwolle had en wat je bij Groningen had, ben je dan nu een betere voetballer dan dat je was toen je bij Zwolle zat? Ik denk het wel. Ik heb wel veel geleerd, ook als mens. Want bij Zwolle is het eigenlijk alleen maar in een positieve straal gegaan. Ik ben eigenlijk gewoon met de club meegegroeid. Het is allemaal positief geweest. En bij Groningen kreeg ik heel veel tegenslagen. En ik denk dat je daar sowieso wel sterker van wordt. Nu ben je hier. Ja, wat verwacht je van dit seizoen bij Heracles? Ja, ik heb Heracles tegen Ajax gezien, die wedstrijd. Gewoon de manier van voetballen staat me aan. Ik verwacht gewoon dat we zeker met de play-offs om de play-offs plekken kunnen meedoen. Ja, je keek even naar beneden toen ik de vraag stelde, naar het kunstgras. Is dat er nog een dingetje geweest? Want ja, bij Zwolle beviel dat wel aardig. Ik moet zeggen, bij Groningen waren de velden altijd top. Dus dat kun je dan eigenlijk vergelijken, denk ik, met kunstgras of zo. Maar nee, ik heb geen voorkeur of zo. Ik vind het allebei prima. Ik heb ook niks tegen kunstgras zoals heel veel mensen hebben. Maar het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Laatste vraag. Kon je ook nog naar Zwolle eigenlijk? Ik heb een paar weken geleden wel nog met Zwolle gesproken. Of dat was eigenlijk in het begin van de transferperiode. Toen mocht ik niet weg bij Groningen. En eigenlijk op het moment dat ik transfervrij werd, heb ik ook niks meer van Zwolle vernomen. Dus, Vind je het nog jammer? Nee, want ik ben hartstikke blij dat ik hier ben. Dus dat vind ik niet jammer, nee.